Ik heb een boodschap voor president Erdogan. En die boodschap is heel simpel. In Nederland beschouwen wij vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. En daar horen cartoons bij. Ook cartoons van politici. En een aangifte tegen een Nederlands politicus, die mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, is niet acceptabel. En wij zullen dat ook overbrengen. Ik doe dat nu rechtstreeks naar de Turkse president. Maar wij zullen dat ook overbrengen aan de Turkse autoriteiten langs alle andere kanalen die ons daarvoor openstaan. Noemt het niet acceptabel? Welke consequenties vindt u daar verder aan? Wij zullen dit op alle niveaus bij de Turken onder de aandacht brengen. En dit is rechtstreeks naar de Turkse president. Wat zou er kunnen gebeuren als Erdogan zo'n aangifte heeft gedaan? Waar bent u bang voor? Nou, ik ben ergens bang voor. Ik vind dat niet acceptabel. Ik vind dat niet acceptabel, maar even heel scherp. Omdat ik niet wil dat iemand in Nederland zich beperkt zou voelen in zijn vrijheid van meningsuiting uiten. Bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cartoons. Dat is onderdeel van onze democratie. Dat je met humor, met spot, met soms vilijnheid. En daar kun je van alles van vinden. Anderen mogen die spotprenten niet mooi vinden of niet plezierig vinden. Dat mag ook allemaal. Maar je gaat niet die vrijheid van meningsuiting beperken. En bij Geert Wilders ben ik niet bang dat hij zich hierdoor zou laten intimideren. Maar een ander, wacht nou even, een ander zou zich wel kunnen laten intimideren. En dat wil ik niet. Dus ik wil, de boodschap aan Nederland moet zijn dat wij hier pal staan voor die vrijheid van meningsuiting, dat de spotprenten bijhoren. En al helemaal na een week, waarin vanwege het gebruik van de spotprent over de profeet Mohammed een Franse leraar is onthoofd. Ja, waar ik op doel, meneer Rutte, is, zou het kunnen leiden tot meer negatief sentiment ook ten aanzien van Wilders, die al natuurlijk veel wordt bedreigd. Bent u daar ook bang voor? Natuurlijk, uiteraard. Ik wil Wilders, zijn veiligheid is voor mij het belangrijkste natuurlijk ook. Dus het gaat mij natuurlijk om hem. Ik ben niet bang dat hij zijn vrijheid van meningsuiting zal beperken door die aangifte. Maar ik wil dat Nederland weet dat wij die aangifte niet acceptabel vinden. Dat ook Erdogan zich dat realiseert. Omdat dat ingaat tegen onze waarden. En spotprenten horen simpelweg bij onze vrijheid van meningsuiting. Ja. Duidelijk is dat Macron meer maatregelen neemt om dit soort vreselijke incidenten te voorkomen. Hij staat voor de republiek, voor het seculiere samenleving. Wil intimidatie ook aanpakken. Gaat hij ook meer doen met het kabinet, behalve ook het steunen in woord van bijvoorbeeld docenten? Wij nemen alle zichtbare en onzichtbare maatregelen om altijd voor te zorgen dat onze docenten, onze vrijheid van meningsuiting beschermd is. Maar daar kan ik niet in het openbaar over praten. Daar vindt natuurlijk ook binnen Europa altijd intensief afstemming over plaats. Ik laat het hierbij. Dank u wel.